Hatje Koffies & Thee is opgericht in 1994. En wij leiden hulphonden op voor personen met een motorische beperking en meldhonden voor personen met epilepsie. En we zitten hier eigenlijk al sinds 2 jaar op een heel mooi open groot domein waar we onze kleine puppies opleiden tot kwispelende assistent. Dus een assistentiehond komt eigenlijk binnen als hij een pupje is van 8 weken oud. En die gaan dan naar het gastgezin, die ze 1,5 jaar bijhouden. Het gastgezin komt dan elke 2 weken hier op training bij onze trainer. En daar worden basiscommando's aangeleerd. Het is eigenlijk de bedoeling dat het een hele rustige, stabiele puppy wordt. En als die dan 1,5 jaar oud is, komen ze naar ons centrum waar ze nog een 4 à 5 maanden eindopleiding volgen. Dan leren we de honden eigenlijk heel goed kennen, weten we ook welke richting ze kunnen uitgaan. En op een 2-jarige leeftijd worden ze uiteindelijk geplaatst bij een uiteindelijke baasje. Hatje Koffies & Thee wordt niet structureel gesubsidieerd. Dus voor ons is het heel belangrijk dat wij steun krijgen van iedereen die ons graag ziet. Waaronder ook mensen die een peterschap willen opnemen van een puppy. Dat zijn mensen die ons heel warm genegen zijn, die een heel groot engagement naar ons toe dragen, die het pupje meehelpen opleiden en opgroeien en die eigenlijk ja, ons verhaal ook mee in de kijker zetten, waardoor we nog veel meer mensen kunnen bereiken en dat is voor ons heel waardevol. Assa Abloy is al voor de 2e keer Peter. De eerste keer was van pupje Willow, nu is het van pupje Cooper. En ja, we zijn heel blij en dankbaar voor jullie engagement. Wij hopen ook dat jullie daar een heel mooi warm verhaal uit kunnen puren om naar jullie mensen te brengen en dat er een heel mooie samenwerking tussen ons komt om het 2-jarig traject van pupje Cooper op de voet te volgen. En ja, hopelijk komt daar een mooie assistentiehond uit binnen 2 jaar. Hallo, ik ben Aline. Ik ben 29 jaar en ik ben gastgezin bij Hatje Koffies & Thee voor Cooper, een assistentiehond in opleiding. Wat doen wij precies of waarom zijn wij een gastgezin? Wij hebben eigenlijk Cooper bij ons voor de komende 1,5 à 2 jaar. En die is ja, dagelijks bij ons gelijk dat hij deel uitmaakt van ons gezin. En wij zorgen er eigenlijk voor dat hij wordt voorbereid op zijn eindtraject met als ultieme doel om later een assistentiehond te zijn van iemand in een rolstoel. Cooper is een zeer enthousiaste en altijd goedgezinde hond. Dat zeggen ze ook altijd bij Hatje Koffies & Thee, dat is een van de een blij ei, zegt de trainer Jane altijd. Dat is ook echt zo. Die is altijd gelukkig, altijd blij. Alles wat je doet is goed. Hij wil overal graag bij zijn. Wat het soms ook vermoeiend maakt, want hij kan moeilijk alleen zijn. En als ik bijvoorbeeld, mijn bureau is boven, als ik boven werk en hij zit beneden los, dan gaat hij dat laten merken dat hij niet content is. Dus eigenlijk als wij boven zijn, moeten we hem in zijn bench doen, omdat hij anders ja, een beetje ambetant wordt en bijvoorbeeld alle schoenen van de voordeur naar de zetel gaat brengen. Maar we hebben ook een eigen hond en die vindt het dan superleuk om die schoenen kapot te maken. Dus die hebben echt zo'n eigen spelletje ontwikkeld, wat het soms wel vermoeiend maakt. Maar ik ben zelfstandig, dus ik kan Cooper veel meenemen naar het werk of naar klanten. Dat is ook heel leuk, dat is voor hem ook een leermoment. Dus wij zijn vaak samen op stap, wat dat super tof is. Ja, en voor hem is dat een goede training. Hè. Hij ziet andere mensen, andere omgevingen, hij gaat mee in de auto en hij vindt dat allemaal geen probleem. Dus hij is eigenlijk het meest gelukkig als hij met mij of met mijn vriend ergens naartoe kan. Wat dat hem denk ik de ideale assistentiehond maakt, want later gaat hij ook altijd met zijn baasje mee moeten. En gaat hij weinig alleen zijn, dus dat lijkt mij voor hem echt wel perfect. Dus het is ja, voor ons de perfecte assistentiehond in wording. Momenteel een superleuk extra gezinslid, dus we gaan hem zeker missen als we hem moeten afstaan. Hatje Koffies & Thee is voor mij eigenlijk al een organisatie die ik lang ken, want toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, was mijn buurmeisje, heeft zij 2 honden gehad die via Hatje Koffies & Thee kwamen, dus assistentiehonden. En wij speelden vaak samen op straat en zij had mij toen eigenlijk verteld wat is de organisatie en hoe zitten we dan elkaar. En ik ben een supergrote dierenvriend al van als ik klein was, dus ik heb dat altijd onthouden. En Hatje Koffies & Thee in marketing of marketing en branding zit heel goed in elkaar, dus ik had heel veel in de Eurotuin al flyertjes en zo zien hangen. Dus toen ik zag dat ze gastgezinnen zochten, heb ik mijn vriend overtuigd om ons ook in te schrijven. En ik heb er nog geen moment spijt van gehad.
Het is altijd leuk om naar hier te komen. Je wordt supergoed begeleid. Ze zijn heel goed voor hun honden. Het is een heel toffe organisatie, vlakbij mij thuis ook, wat dat ook gemakkelijk is. En als er iets is, ze hebben een WhatsApp-noodlijn waar je altijd terecht kan. Dus ja, het is gewoon heel mooi wat ze doen. En het is voor ons ook leuk om daar een klein stukje deel uit van te maken en bij te dragen aan hun mooi verhaal.